This time on Paranormal Activities. Je durft niet, hè? Naast mij? Ja, je moet echt aanraken. Shadows forming on the wall. Doors slamming shut. Furniture moving on its own. Lights flickering. Then it's time to call in a team of Dutch professionals. Psychic mediums and special equipment are being used to determine if these occurrences can be explained, or if there is something else lurking beyond. This is Paranormal Activities. In de CFC. En ja, we zijn vandaag niet alleen, hè? Nee, we hebben BNN bij ons. BNN heeft ons benaderd om met ons mee te gaan. En ze zijn er vanavond hier, dus ja, super heftig. En we hopen zeker dat we wat vast kunnen leggen. Dat zou zo gaaf zijn. Ja, zeker van de zolder, die wordt voor heel heftig. We hebben zelfs iemand bekrast, dus ja, ik ben heel benieuwd of het gaat verlopen. Ja, we gaan het weer meemaken. Ja, dus, top. Ja, ik wil het niet angstig, ik wil je niet angstig maken, maar ik had het toen ook op die trap. Maar ik was mijn oriëntatie even kwijt. Ik dacht dat we nog maar even omhoog moesten. Snap je, om hier te komen? Je voelt je benauwd met een nare ervaring van 3 jaar geleden. Ik denk het. Het is ook iets wat je in je hersenen opslaat, hè? Dus maar even loslaten. Dat is een soort stressfactor wat je eigenlijk... En hoe voelt dat dan? Gewoon heel naar. Gewoon dat je denkt van nou klopt dat niet meer. Hier zit trouwens ook een luik, hè? Als je die luik openmaakt, ja? Dan kom je in een cel. Oh, ja. Hier hielden ze de dingen in de gaten. Maar kijk, hij staat nu op, ik zie niks. Kijk, die kun je openmaken als je die pin. Ja. Kun je eruit halen. Kom maar zo, kom maar omhoog. Ik ben net aan mijn riem getrokken aan mijn camera. Ik weet niet wat het was, maar... Oh ja, is dit mij? Je zit daar een gevangenis op. Ja. Je wordt gewoon alles maar neergegooid. Als goed zit er ook een pop in, dus niet zo gek als je raakt in iemand ziet. Ja, als goed zit er pop in. Ja, nee, maar ik... Ik had toen dus wel, in het donker liep ik daar. En dit is een gevangeniscel? Ja, dit is een oude gevangeniscel. Wat is hier dan zoal gebeurd? Omdat je bezig bent met, als je dan maar even een trance bent of wat dan ook, haal je het zo terug of zo. Oh, dat lampje zit erop. Dat is een andere manier. Doodstraf, dat Martin en... Sorry. Ja, mensen die gewoon... Zou je misschien ook kunnen zeggen, niet maar die werden hier ook allemaal... Waarom kun je vissen gebruiken? Dus eigenlijk als je dan maar even in trans raakt of zo, dan schrik je. Dan kun je mij zo laten schrikken. Dat is het. Deze plek, ja.
Wow. En foto's met flitsen. Voor gewone foto's prima, maar niet als je eventueel iets vast hebt. Geen angst of zo, maar flitsen ziet, maar het, Hoe voelt deze plek nou voor jullie aan? Ik voel me niet veilig, daar niet. Daar in die hoek specifiek niet? En bij jou? Voor mij in het midden was wel meteen duidelijk dat er wel iets is die allemaal wel duidelijk maakt, want we zijn er. Meerdere mensen. Jannik had net ook al aanrakingen. Hij voelde echt ook dat hij aangeraakt werd. En dat meldde hij zich ook meteen bij mij. In trance raken is dan hoor je wel de persoon en dan ga je niet heel zwaar praten, maar je gaat wel de dingen zeggen. Wat hij of zij. Ja. Dus je wordt wel iemand anders. Je stem kan gaan veranderen. Kan. Ja. En voel je geen dat ook in je zit of is het meer een mentaal ding? Het is zeer zeker mentaal, maar mijn lichaam gaat helemaal precies doen wat hij me gaat doen. Dus je gaat niet meer handelen uit vrije wil? Nee, het is je later wel binnen uit vrije wil, maar voor de rest dan is het ook echt. Maar je hebt ook momenten dat je inderdaad gewoon overvallen wordt. Ja, wat is mee me gemaakt. Dat het zijn net ook precies op de trap. Ja. Het ging toch te snel het voor. Ging, ja. Ik ben daar niet zit ik mee daar. Dus is dat gevaarlijk wat we doen vandaag? Zeker. En zeker voor een gevoelig persoon kan het heel gevaarlijk zijn. En als trans gevoelig, dan kan het jouw geest opzij zetten en het lichaam overnemen. Wat zijn de gevaren dan dat ik over word genomen? Zo kun je niet één keer vragen. Oh, en wat zijn de gevaren dan? Bij jou denk ik iets minder snel. Je staat er wat minder gevoelig in dan wij. Ja. Wij stellen ons echt open en je denkt het transgevoelig. Maar wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat je eruit komt. Ja. Dat je klaar bent voor psychiatrie. Dat je compleet wordt overgenomen door een geest. Ja. En zijn het dan alleen geesten of zijn we dan ook denken aan demonen? Of... Juist, deze plek wel. Deze plek? Is zoveel moord hier. Zijn verkocht. Ja, nou, mensen werden hier gehouden. En ik heb het ook gevraagd om degene die rondleiding kwam. Nou gaat iemand mij begeleiden en dan ga ik gewoon achteruit lopen. Oh, iemand trekt je mee? Ja, alleen zie je. En dan kan ik het ook aan je zo. Deze plek. Ja, spelen toen, of licht toen. Ik hoor ook heel veel in mijn hoofd, als een soort schelden. Dus het aanwezigheid van ons is niet echt gewaardeerd. Nee. Gewoon niet gewaardeerd? Nee. En dit is iets wat je meetrekt nu? Ja, dit laat me echt zien. Kan ik ook niet. Kijk, ik ben er nog bij, hè, maar ik ga er wel toe. En dan gaan we door met die live business. Waarom trekt hij naar Abte, ja? Hij probeert me te pijlen. Hij wil proberen mij te laten zien wat er hier geweest is. Vol wanhoop. En het gevoel van, je kan me toch niet helpen. Waar ben je? Je kan me toch niet helpen. Wat is er dan? Uitleggen, zoek een uitleggen. Cindy, gaat het? Wat is er? Cindy, ik krijg net heel zwaar. Oh mijn god, het is weer, hè? Oh mijn god. Even, waarom zie ik het weer? Wat zag je dan? Kan je het uitleggen? Dit is echt ja, je laat. Maar hier net, toch? Ja, klopt. Nou ja, ik weet niet precies. Nee, weer niet hier. Jij ligt hier. Ik zou wel achter in het hoekje. Ik wilde daar. Cindy, ik zou bij het hoekje. Ja, en hier, ik zou daar achterin. En die camera die was klaar, dus ik zie het licht niet meer. En ik kom zo denk ik, wow, wie ziet er mij? Maar ik zou achter in het hoekje. Ook mijn lijstje of zo. Waar leek die op? Voor mijn gevoel is die kleur. Weinig kleding aan. Weinig kleding aan? Weinig kleding aan. Is het een stripper of wat? Nee, dat is geen stripper. In de tijd waar je heel weinig kleding hebt. Alleen maar stukjes stof had. Alleen? Het is verscheurd en het is vuil. En hij stopt naar een uitweg. Ze namen en ze voelen allemaal dingen en het gaat met beide niet zo goed. Ik moet in een boodschap sessie gaan. Ja. Wat moet hier gebeuren?
Maar als je dat blijft houden, moet je het echt serieus in de gaten halen. Wie had het? Over wie had je het? Hi, wat? Zie je het ook? Zie je iemand staan? Hoe voel jij je, Richard? Prima. Weet je zeker? 100%. Omdat je even helemaal iemand anders was net. Ja? Nee, is je last vanaf? Ik zie wel heel iemand bij jou in de buurt, maar het heeft niet met dit pand te maken. Oh, okay. Echt een hele mooie vrouw. Okay. Ja, ik sta naast hem. Ja, ook. Maar nee, het staat. Oké, jullie hebben liefst. Nee, ik heb geen vriend. ja. Iemand. Zie je iemand? Ja, maar het is familie van hem. Ik zie dat hij wordt begeleid door een hele mooie vrouw. Familie van onze kamerman. Ja. Oh ja, dat gebeurt gewoon, man. Jammer dat ik het alleen zie, hè? Die verlichting. Nee, gaan we daar alles gewoon in gaan. Ga eens even lopen. Kijk, gaat iemand eens hier staan? Ik wil kijken of jullie dat zien. Kijk of je een soort, als een soort aura straalt. Nee, geen camera licht erop gooien. En nou gewoon even doorlopen. Gewoon rondjes lopen, Maria. Ja, ik mag hier niet binnen. Rechtsachter, zie je dat? Dan zag je echt zo'n verlichting achter haar aankomen. Nee, maar dan mocht je nog vorige keer ook niet. Je krijgt verkrampingen hier. Daar mag je ook in binnen. Nee, klopt, de vorige keer was mogen, het ook. Mogen we niet staan naar binnen? Nou ja, mag wel. Maar ik vooral niet. Wat gebeurt er als je dat wel doet? Nee, moet ik wel even mijn gevoelig gaan. Ik ga hier naar binnen. Wat is je naam? Met hoeveel geesten zijn jullie hier vandaag? Is je naam Antoine? Zachter. Wie is er beneden? Wie zit er beneden? Dat is één naam die heel vaak wordt genoemd. Ja, dat was de eerste keer dat ik wel echt iets hoorde wat in de buurt kwam van jou. Ja. Shalom. Ja, dat is Arabisch. Oh, maar ik neem het nu een beetje naar het boven, maar moet Maria en Sinne niet eens vragen. Kom, Maria, je mag meedoen. Nee, ja, maar... Hier, ik zie die elke keer praten, maar
Uit! Zeg het dan! Als wij onze mond houden. Hoe is Maria? Ja, goed. Wil jij het ook komen, of niet? En naam toch gewoon? Ja, ik hoor het. Ga heen, nou wel. Heen. Zo, zo. We hebben genoeg dieren roepen. Goed, een B-C-stem, iets met paarden. Maar ook uitgelachen. Paardengevechten. Wordt ook aangeraakt. Ga eens voor kijken of je iets voelt. Wordt hij koud? Jij ook, maar hij wordt ook aangeraakt. Wordt hij heel koud? Staat iemand naast je? Naast mij? Ja. Je wordt echt aangeraakt. Dus je gaat maar contact leggen. Ga maar vragen stellen. Ga eens voelen. Oké. Het voelt hier nog cool trouwens. Ben je boos op mij? Nee. Oh, ik heb het opeens weer heel koud. Dat zei ik ook, je wordt echt aangeraakt. Hij staat echt naast je. Ik heb het. Maar die hoort bij jou. Hij hoort bij jou. Niet hier. Oh, hij hoort bij mij. Hij hoort echt bij jou. Op de 15e. 15 september? Ja. Maria zegt hier ook iets of zo. Ja. Het is heel koud hier. Het wordt echt bij jou. Nee, het is ijskoud. Het is echt als een... Maar het is bescherming. Het heeft niet met dit pand te maken. Het heeft wel als bescherming voor jou. Je moet die bij je hoort. En dan denk ik gelijk aan mijn opa. Ik weet niet, het is net of je weer gevonden bent. En je echt geweest en weer gevonden worden de hele tijd. En me? Hoe kan die uitspreken? Wat betekent dat? Emme? Geen idee. Maar moet wel even haken. Ja, Emme. Voor je vraag. Ja, ik moet het uitspreken. Emme? Emme? Hoi, ja. Mneut. Dat is mijn vader. Mneut. Hem? Ik voel het vaak bij je. Dat is een letter die hebben jullie niet in jullie alfabet. Dat is een bepaalde tongval. Hij is blij dat hij je gevonden heeft, want hij als baby, maar weer gevonden wordt de hele tijd. Als baby weer gevonden? Ja, want hij laat zien, baby. Ja. En blij dat hij je gevonden heeft. Dus. Ja, hij heeft mij eigenlijk alleen als kind gekend, ja. Is het de vader van jouw vader? Ja, is mijn opa. Oké, dan is het bevestigd. Ja. Mel. Ellen. Een belangrijk persoon, hè? Ik heb die naam nooit belangrijk, maar hij was een belangrijk persoon. Ja, Mel is een belangrijk persoon, ja. Voor familie vooral. Is, ja, maar dat begrijp ik. Maar het is Ahmed. Het is Ahmed zoals je het schrijft, maar Mel is er niet uit. Het doosje wat daar staat. Als je in de buurt komt van dat doosje, dan ligt die op. Probeer hem maar aan te raken. Luister, het is duidelijk voelbaar dat je er bent. En ik heb er lange wijn van. En ik zou het ontzettend op prijs stellen als je laat weten dat je er bent. Dan niet voor. Je met een kort achternaam staan. Ja. Zou je een van de 2 meters kunnen laten uitslaan? Is er iemand? Mag ze soms ook wel een beetje. Kom dan! Ben je bang? Nee. Hij is niet bang. Nee.
Is het hij? Ja. Luister, even heel simpel. Ben je en ik voor allebei dat je ontzettend pissig bent? Kan ik niks aan doen, maat? En je kan natuurlijk gewoon die boosheid gebruiken om te laten weten dat je hier bent. Het heeft weinig zin om verstoppertje te gaan spelen. Want zij zei... Kom dan, Mietje. Maar maak je niet bang, maat. Je durft niet, hè? Jij durft niet. Zo? Zijn jouw baardjes al maar? Nee, ik hoor niet. Denk je dat je de shit bent omdat je 200 jaar oud bent? Ze kennen geen tijd, hè? Ik weet niet, iets in doen, maar hij gaat gewoon doen. Serieus? Ja. Ja. Maar ik doe het. Goedendag. Ja. Maar net zijn cellen complex, veel sterk moet dat gebeuren. In een van die cellen zelf. Mm-hmm. Misschien ook buiten gaan staan. Hallo. Ben, kan je vertellen wat je voelt? Ja, ik voel me in ieder geval heel erg benauwd. En er hangt hier gewoon zoveel woede in het pand. Dat is echt... echt niet normaal. Echt bizar. Bizar. Was dat een bevestiging? Voel je inderdaad woede? Zou je dan weer dat lampje kunnen laten branden? Ik raak hier een beetje gefrustreerd van, in alle eerlijkheid. Je bent er wel, maar op het moment dat wij je iets vragen, dan weiger je... mee te werken. Dan weet ik niet of dat de frustratie die ik voel bij jou vandaan komt of uit mezelf. Ja, dat is ook zo lekker. Dat is zo'n vraag van wil je kip of wil je pasta? En dan zeggen mensen ja, nee, die is fijn. Wat één keer kip is. Eén keer, we kunnen als ze een beetje meewerken, dan kan je ook echt daadwerkelijk vragen van goh, als het antwoord ja is, laat hem dan één keer oplichten. Als het antwoord nee is, laat dan twee lampjes oplichten. Of nee, gewoon blanco laten. Of nee, gewoon blanco laten. Ben je het als ik zeg dat ik een beetje gefrustreerd van je raak? Ik bedoel, je bent er. Af en toe geef je aan dat je er bent, laat je wat oplichten. Om dan vervolgens niks meer te doen. Waarom ga je niet weg? Dat is ook een vraag, moet ik je antwoord op geven? Ik hoop dat je allemaal anders communiceren, misschien ook. Ja. Probeer zoveel mogelijk gesloten vragen te stellen, ja-nee vragen. Wil je hier weg? Eén lampje voor ja, twee lampjes voor nee. Ja. Zit je hier nog steeds tegen je wil? Eén lampje voor ja, twee lampjes voor nee. Dat weegt toch? Oh, wat misselijk in één ding. Moet ik hem overnemen? Zo. Ja, oké, je bent onschuldig. Ik snap hem. Nee. Waar is ze? Wil je mij hier weg hebben? Wat betekent dat? Dat hij je niet aardig vindt. Zou je daar alsjeblieft even mee kunnen ophouden? We hebben het door. Dankjewel. Je bent allemaal gek. Luister. We zijn hier om te bewijzen dat jij er nog bent en je eventueel verder te helpen. Daar hebben we de mensen voorbij, daar hebben we de kennis voor in huis. Dus ik ga het nog één keer heel duidelijk aan je vragen. En ik wil dat je dan alle lampjes laat branden. Wil jij hier weg? Alle lampjes. Hup. Oh, wow. Ja, dat is een leuke. Dan gaan we jou zo meteen helpen. Dat twee gaat ook, drempels. Wil je zij met mij willen communiceren? Ik denk niet te veel mensen hier binnen, denk ik. Ja, zo is goed. Ja, dit gaat. Ik blijf hier staan. Ja. Komt ie.
Goeiedag. Hallo. Kun je weer dekken? Ja, we weten het. Ben jij een man? Kan je een man ben de lampjes weer af laten gaan? Zien. Kan je zelf laten zien door die spikkeltjes? Loop er maar doorheen. Kom maar op ons af. Oh, wie staat daar? Maar dat is, wie is dat? Twee gaat af. Wie zit naast jou staan? Oh, zo'n shirt. Ja. Is dat nieuw? Ja, stop. Oh, jeetje. Mogen we dingen vragen? Ja, natuurlijk. Mag wel. Gaat een droom hier. Wil je laten zien? Ja. Kijk, nou heb je het al. Oh, net gemist. Je draait om. Het was helemaal tot rood net. Hij moet wel dan. Kijk, kijk, kijk voor je neus. Oh ja, hier. Zo. Nog een keer. Bent u familie van een van deze mensen? Laat het maar horen. Mam, ik wou dat zeggen, hij gaat tot in het rood. Ik heb wel vermoeden dat het wel familie is. Dat die mee zijn, ja. Ben je hier ter bescherming van je familielid? Kom maar, helemaal in het rood. Ja. Ben je familielid van Bo? Sahil? Sahil? Yes, ja. Bam. Ja, dat ben ik ook. Het is echt heel aanwezig. Dat rood, dat zag ik weer. Ik zag dat er straks ook, maar dan zie ik elke keer dat rood er doorheen flitsen. Rood? Echt rood, woem. Serieus? Is er ook familie van Lorenzo? Ja. Ja. Ik kan niet vragen. Ik zag ook, toen jij dat vroeg, zag ik achter jou een lichtflitsje. Dat is puur bescherming, hè? Ja, ja. Bescherming jullie meegereisd hebben. Daarom ben ik even aan het kijken of dat ook het geval is. Nee, maar het lijkt of het een hele andere kleur is ook nu. Rechts van de deur verdwenen ook twee lampjes. Rechts onder. Ben je mee bij die temperatuur? Ja, daarboven. Kun je rondom de deur lampjes laten wegvallen? Ja. Ik zag er twee. Ja. En die gewoon heel vlak weg laten vallen? Ja. Een leuk vierkantje. Gaan we in de deuropening staan? Ja, blokkeer de puntjes in de deuropening. Alsjeblieft. Dit is mijn buik nu. Ja. De helft van de deuropening. Maar ik wil gewoon even een groot vak, niet telkens maar twee puntjes. Dus je bent er om ons te beschermen? Ja. Zijn er ook kwaadaardige entiteiten hier? Die ons dat willen aandoen? Nee. Laat het weer rusten. Dus er zijn alleen maar goede entiteiten hier? Het is toch grappig dat ze al even reageren? Vet, hè? Mag je liegen van je moeder? Ja. Mag je liegen van je moeder? Nee, geen wel, maar nee. Wil je dat we weggaan? Uh-oh. Is dit een ja? Ja. Als je een vraag gaat stellen, dan willen ze vaak wel op appels met rust. Zijn die pixels nou eens wakker geworden? Ik wil dat hier licht zijn. Dat ik heel erg kort aan gooi. Temperatuur meter. Temperatuur.
richting een kant of zo. Is dat lampje blauw? Is het blauw? Is het blauw? Blauw. Blauw. Want het uit zo ver weg. Gewoon hier bij de opening in zat. Zal ik mijn vet zetten? Ja. Is goed. Ja, laat hem maar los. Zeg mij even terug, alstublieft. Weet je, is het op elkaar? Ja, even een temperatuurmeter. De motor daalt dusdanig tot een meter af. Kunnen we afspraken maken? Bij ja af laten gaan en bij nee niet. Bent u een man? Kunt u een test doen? Ja? Is er even lampjes aan laten gaan, het geluid? Probeer het nogmaals een keer. Zo kunnen we dus communiceren met elkaar. Het is toch wat u wil, u wilt toch ook een stem? Hé, hoor je dat? Kun je zitten? McDonald's. Ja, wat gebeurde er nu? Dat was Richard's maag. Ik heb het helemaal. Hij heeft al waarschijnlijk liggen. Hij had hem neergelegd zodat hij zichzelf kon zien. Zo staat hij erin. Moet ik hem anders even vasthouden voor je? Hoe ziet dat ding uit? Voor je verschil? Voor je voelt? Is het daar meer druk dan als je wat verder loopt? Ja, maar ik denk dat gewoon dat ik bij een deuropening sta, dat ik er altijd een beetje bang voor ben. Waarom ben je bang voor de deuropening? Ja, dus ben je net ook 10 keer of wel 20 keer voorbij gelopen. Omdat ik niet zie wat erachter zit. Dus een nieuwe laag. Als je iets verder loopt, heb je het erger, denk ik. Een nieuwe laag van duisternis, weet je wel. Ja. Super eng. Zelfs van eng. Weet je wel. Ja, dat is aardig. Dan ben ik ook afgezonderd. We kunnen je nog steeds zien, we kunnen nog steeds bij je komen. Dus ja, maar het is vooral van schrikken. Wat ik nu aan het doen ben, is ik probeer hetzelfde te doen als totdat Tom het deed. Want ik dacht, misschien komt het omdat de lichaamstemperatuur van Tom, en Tom stond erbij en ging weg, dus daarom verandert hij. Mm-hmm. Maar hij doet niet. Hij reageert er niet op. Nee. Oh ja. Ja? Heel raar. Want dan zou je kunnen verklaren, oh, dat hij deed dat net, dat was omdat Tom eraan liep. Precies. Nee, want zo'n ding gaat ook echt af bij een extreem laag en een extreem hoge temperatuur. En dat krijg je niet door daar langs heen te lopen. Nee, ja, dan heb ik er geen verklaring. Ja, dat zijn dus dan onverklaarbare paranormale activiteiten. Mooi dat je dat hebt. Dat is een mooi woord. Een hele mond vol.
Is er nog iemand hier? Ja, ik wou net zeggen. Nou zit Cheryl hier netjes weer op zijn kont. Probeer het maar nou maar even de rempot weer aan te laten gaan. Of de temperatuur meten. Oh, sorry. Of misschien dat je zelf probeert in beeld te komen. Probeer eens iets heel hard te roepen. Even kunnen we hier houden. Ben je er nog? Hoi. Echo's van toen. Mondjes. Dus wij zouden hier ook zeg maar, kunnen lopen. Ja, zeker. Ja. Dus wij zouden, zeg maar, als ik daar dood zou gaan, dan zou ik zeg maar hier ook zo. Komen. Nee, niet hier. Je moet wel een gebondenheid hebben met het gebouw. Dus of hier overleden zijn, of hier vastgezeten hebben, of hier gewerkt hebben, of op wat voor manier een bepaalde binding. Dus het kan best zijn dat als jij straks 80, 90 bent en je overlijdt in je eigen huis, dat je denkt, mijn huis, ik blijf hier. Dat kan wel. Maar het is niet dat je denkt van, oh, ik vond het een leuk plekje, zie ik zeker, ik ga daar naartoe. Dat gaat dan weer net niet. Sommigen kunnen wel mee, maar... Ja, met dit soort gebouwen. Je kan het ook vasthechten aan een persoon. Ja, kan ja, maar dan ga je echt met de persoon mee. Dan blijf je niet hangen hier in het gevangen. Of aan een voorwerp. Ja, mm-hmm. Dat is dan wel echt een keuze die je maakt. Of het een of het ander. Ja. Geen idee hoe bewust je die keuze maakt. Ik ook niet. Je hebt altijd een keuze. Hè? Als je zeg maar met trauma of ongeluk of wat er nog over gaat, dan ben je zeer plek. Rond mijn bril. Voel je inderdaad woede? Zou je dan weer dat lampje kunnen laten branden? Zou je dan weer dat lampje kunnen laten branden?